Gemeenschapshuis De Hulkes in Steensel bestaat 50 jaar. Wij kunnen niet alles laten zien, maar laten enkele mensen aan het woord die er meer over kunnen vertellen. We zijn hier vanmiddag bij De Hulkes. Wij vieren dit jaar ons 50-jarig bestaan als gemeenschapshuis in Steensel. We hebben een weekprogramma opgesteld waar veel activiteiten in zitten. En vandaag is de presentatie van de verenigingen. We hebben een 15-tal verenigingen in huis en die willen allemaal hun activiteiten laten zien aan het dorp. Daarnaast hebben we een expositie van schilderijen en van beeldende kunst in huis voor 2 dagen. Het speciale van deze week is wel dat we gekozen hebben voor een wat andere aanpak van het vieren van het jubileum. We gaan ervan uit dat een gemeenschapshuis is voor de gebruikers. Vandaar dat wij een week georganiseerd hebben voor de gebruikers, door de gebruikers. Vandaag hebben we dus de dag van de gebruikers. Morgen zondag hebben wij een Stekspo. Stekspo is 50 jaar geleden de eerste keer georganiseerd. De bedoeling daarvan was om gelden binnen te krijgen voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op de Stekspo, de beurs in Steensel. Uiteraard de deelnemers aan de Stekspo, want die maken dat dit evenement vandaag uitgevoerd kan worden. Ik wil de bestuursleden natuurlijk van harte welkom heten. Ik wil heel graag welkom heten de wethouder Ria van Amsvoort van de gemeente Eersel. En natuurlijk, last but not least, maar wel het allerbelangrijkste, hier natuurlijk alle inwoners die deel gaan nemen aan deze week, die vandaag hier de beurs bezoeken en hopelijk ook een mooie dag hebben. Het lijkt me toch verstandig om nog een paar woordjes te zeggen over de afgelopen week. Ik moet zeggen dat we als bestuur enorm trots zijn. En niet zozeer trots zijn op wat er door ons georganiseerd is, maar met name wat door de verenigingen georganiseerd is. Het was echt fantastisch. Ik denk dat alle verenigingen hun beste beentje voorgezet hebben. Het is bij alle verenigingen, alle dagdelen, gewoon druk geweest. Van de dansavond tot de muziekavond, de schakenavond. Ik denk dat iedereen zich fantastisch vermaakt heeft. Wij in ieder geval wel. Dus applausje voor jezelf, want het was een fantastische week.